De Venlose Manegevereniging heeft in de omgeving van de stad een cross-country georganiseerd om de grote prijs van het Zwarte Water. Aan deze eerste cross-country na de bevrijding nemen vele burgerruiters, landelijke ruiters en ook dames deel. Het parcours leidt door een prachtig en geaccidenteerd terrein en wordt verreden onder ideale omstandigheden.